Onigi, matere pire ti fi kon ko gide le toli. Bebe, dai mu accident, taki hoi gregi moni. Me a denki. Bibi te a de a peche ko. Yuhu fu mi a ti son def soto. Ala sa o me ke de wan boko. Mata giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Vele mo saini dai me ke fidi. You love be nice a mi mwani mo. Anai sai, di shamiangai. Dai, holi mino. Nalo simio, di shamiangai. Ey, bosi mino. De ache bon fudim jangai. Ey, le me fem holi mino. Nalo simio, di shamiangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai. Ja, man, delle model, I tell. Er is tijd voor het nieuws op dinsdag 2 april 2024. Wij zenden uit op 91.7 en op limfmc.com. Goedendag. Als er koppen moeten rollen, zullen die koppen dan maar rollen. Aldus president Santokki tegenover Nigeriaanse boeren. Hij sprak over de zaak Stelweide, waarbij 200 hectare is weggegeven aan Raji Rijs Industrie, die dus reeds beheersdaren uitvoert. De veeboeren zijn van mening dat het terrein het ministerie van LVV toebehoort. De president heeft de VHP-DNA-leden opgeroepen om een motie van wantrouwen tegen de minister van GBB in te dienen in de Nationale Assemblée. Direct daarna hebben we om duidelijkheid gevraagd aan de minister van GBB. En alle informatie opgevraagd. Waarbij de minister had aangegeven dat alles conform de juiste procedure en informatie gegaan was. Vervolgens heb ik ook informatie laten opvragen via onze structuren. Stresscommissaris en andere instituten. En toen bleek namelijk dat de informatie de minister gaat hebben niet de juiste is. Vervolgens is de minister zelf mensen weer gestuurd en een tweede rapport opgemaakt voor de president, waarin de minister aangeeft inderdaad heeft zij verkeerde informatie gehad van de grondinspecteur. Mijn opdracht is of u gaat intrekken of ik ga uw beslissing opschorten. De beslissing van een president is niet grondbeschikking intrekken. Die bevoegdheid heeft de president niet. Ja? Twee. De president mag geen grond uitgeven. Dat is een bevoegdheid van de minister. Maar de president mag wel, als iets verkeerd is, dat besluit van de minister opschorten. En jullie weten, in diezelfde periode deed zich ook een zaak voor op de Quarantainrivier met betrekking tot opgraving van zand. Waarbij de minister van Natuurlijke Hulp in een rapport aangeeft dat hij die beslissing heeft genomen om conform de procedures en regels en hij geen gronden heeft voor intrekking. Daar heb ik dan ook wel het besluit genomen om dat besluit van de minister van Natuurlijke Hulp op te schorten en een onderzoeksteam samengesteld voor onderzoek. En dat team is bezig, recentelijk zijn ze ook geweest, naar het gebied om goed te onderzoeken. Hier heeft de minister toen beslist, is van Stalweide,
ja president, ik ga het intrekken. En zo heeft zij het ingetrokken. Van die intrekking is er ook registratie bij GLIS dat die grond is ingetrokken. Namelijk datgene wat de minister toegewezen had aan de rechtspersoon. Helder? Tot dat toe? Ja. Mooi zo. Vervolgens gaat de persoon aan wie die grond toegewezen was naar de rechter. En spant een kort geding aan tegen de staat. En uiteraard zo'n informatie gaat naar het ministerie van GDB dat er een zaak tegen jou loopt. En dat loopt via de procureur-generaal. De procureur-generaal is de vertegenwoordiger van de staat in rechten. Dat is een systeem die de president wordt geïnformeerd. Laat die duidelijk gezegd worden. Niet de president wordt geïnformeerd. De PG wordt geïnformeerd. En de PG informeert naar het ministerie. Het ministerie is geïnformeerd. De zaak wordt behandeld. En wie verschijnt niet? De advocaat van die staat, van het ministerie van GBB, verschijnt. En wat had de persoon gevraagd? Namelijk dat het besluit van de minister teruggedraaid moest worden. Wat heeft de rechter uiteindelijk beslist? Namelijk, u bent niet ontvankelijk, klager. Maar aangezien hier de gedaagde personen zijn niet verschenen, wordt die beslissing van die minister om het in te trekken opgeschort. En u gaat in de bodemprocedure dit uitvechten. Dat heeft de rechter beslist. U gaat de rechtmatigheid in de bodemprocedure uitvechten. Helder? Ja. In het besluit van de rechter, in het vonnis, zegt die rechter ook, dat die rechter ook leest, namelijk dat dat per se zoveel jaren geleden ter beschikking is gesteld van het ministerie van LVV. De minister bevestigde van LVV, ja, dat is toen de tijd gebeurd. Dat wel ter beschikking gesteld van LVV. Wat moet er nu gebeuren? Ja, terecht, daar moest er. Als je niet eens bent als staat, als je niet eens bent als ministerie van GBW, over die beslissing van die rechter, wat moet je dan doen? Een hoger beroep gaan. Is het ministerie in hoger beroep gegaan? Nee. Nee. Ja, ik zeg het even. Nee. Dus inmiddels blijkt nu namelijk dat hoger beroepstermijn verstreken is. Helder? Wat moet je nu doen? En dat hebben we besproken. Een team van juristen direct belasten met het volgende. Het ministerie is LVV. En alles doen dat ministerie LVV met die zaak aanvecht. Want de beschikking zegt, het is aan hem toegevoegd, althans, in gebruik, omdat ze beschikbaar gesteld. Wel, dat is het, beschikbaar gesteld. Dus hij moet het aanvechten. Hij is rechthebbende. Ja, dat gaat binnenkort gebeuren. Komende week al, zijn feestdagen. Tweede is namelijk dat ik geïnformeerd ben door het DC dat er zaken zich hiervoor trekken waarbij er schade toegebracht wordt, vernielingen aangericht worden, er openbare orde verstoring plaatsvindt, er zijn strafbare feiten die genoemd zijn in het wetboek van straffen. En dat zijn allemaal zaken die te maken hebben met vernieling, beschadiging, dat daar een team van juristen, de DC, bij staat en dat die zaken aangegeven worden bij de politie. En als er onduidelijkheid is, dat heb ik ook gevraagd, dat men overleg moet voeren met het Openbare Ministerie. Die opdracht heb ik gisteren gegeven. Dat moeten zij doen. Ja, dat is hun werk. Dit is het. Dus nogmaals, juridisch traject. Wordt gedenkt. De handelingen die afgericht worden zijn strafbare feiten. Daar moet er aangifte gedaan worden van hun commissariat en andere belanghebbenden en ministerie. En misschien ook de vereniging. Er is ook een vereniging daar, verantwoordelijkheden heeft. Mag ook aangifte doen. Pleeg ook overleg met het Openbaar Ministerie.
En als laatste, als mocht blijken dat deze zaken onvoldoende leiden tot die gewenste oplossing, dan gaan we politieke oplossing zoeken. En als de koppen moeten vallen, dan gaan die koppen ook vallen. Dat kan ik van. Er zijn DNA-leden hier, meerdere. Laat ze alvast een goede motie voorbereiden. Laat ze daar presenteren in de Nationale Assemblée, goed onderbouwd. En laat ze iedereen mobiliseren. Om ook daar het parlement hun werk te doen en met een goede motie te komen. Dat moet ik doen. Dit is het proces. Helder? De DNA-leden moeten dus met een motie komen tegen de minister van GBB, die nota Forswijk. Later komen wij hierop terug. We hebben voor ons een verklaring van de NDP met betrekking tot de bouw van de brug over de quarantainerivier. We gaan enkele highlights of althans enkele punten uit dit schrijven, dit persbericht, met u delen. In de relatie tussen Suriname en Guyana is er geen transparantie naar de samenleving over het standpunt van de regering over de landsgrenzen, over het landsgrenzendispuut tussen Suriname en Guyana en de bouw van de quarantainebrug, met name de veiligheids-, de economische, de sociale en de milieuconsequenties voor Suriname. Wat is het standpunt van de regering van Suriname met betrekking tot het grensconflict, de quarantainerivier en het gebied Tigri? De brug ligt namelijk voor 98% op Surinaams grondgebied. De presidenten Ali en Santokki zijn op 24 maart overeengekomen dat begin mei 2024 het Platform voor Strategische Dialoog en Samenwerking SDCP bijeen wordt geroepen om het overleg uit te breiden naar andere hangende relevante onderwerpen die van strategisch belang zijn in de samenwerking tussen Suriname en Guyana. Met name de totale gemeenschap tast in het duister over de onderhandelingsagenda en het standpunt van Suriname, omdat de regering weigert openheid van zaken te geven. De NDP vraagt zich onder andere af hoe de financiering geregeld is tussen Suriname en Guyana, welke particuliere bedrijven gaan meedingen, wat is het voordeel voor Suriname en wat zijn de eisen van de staat Suriname aan deze particuliere financieringen. Terwijl Surinamers zich met deze vragen zitten, is het aanbod van bedrijven die de brug moeten bouwen . De RDP wil van de regering weten of deze bedrijven de vele ecologische, sociale en technische uitdagingen aankunnen en wat de track record is qua ervaring en expertise om een brug die twee landen verbindt te bouwen. De NDP als bruggenbouwer bij uitstek weet dat er stringente regels gelden voor zwaar materieel, transport, opslag en materiaal en de ecologische aspecten aan beide oevers. Er moet rekening gehouden worden met de stroom van rivieren door het ongerepte bos en enkele kleinere zijrivieren die tijdens het regenseizoen de quarantainerivier ongehinderd moeten binnenstromen. Daarna zal er rekening gehouden moeten worden met de bewoners die in de gebieden leven. De partij eist transparantie over de bouw van de brug in relatie tot de olie- en gasontwikkeling in Suriname. Vragen als de rol van de in Guyana opererende oliegiganten en de gevolgen voor Suriname, aangezien de olieindustrie in Guyana al is opgezet. Zal in Suriname alleen olie en gas gewonnen worden en in Guyana verwerkt worden? Zal de staat Suriname veel minder winsten ontvangen als verwerking in Guyana plaatsvindt? Welke particuliere bedrijven gaan hiervan profiteren? En wat voor inkomsten houdt de staat Suriname over? De NDP en het volk eisen transparantie en uitleg over de nog onbekende plannen van de regering met betrekking tot het voornemen om de brug te bouwen over de
quarantaine. Ook later hier meer over, dat was een verklaring van de NDP. En dan heeft de minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, flink uitgehaald naar het parlement. Hij vindt het niveau van de Nationale Assemblée bedroevend en het is niet bevorderlijk voor een goede samenwerking tussen regering en parlement. U hoort Noor Mohammed. Kritiek mag je altijd hebben. Je hoeft niet eens te zijn met het beleid van de minister. Maar laat me zo zeggen, ik ken het antwoord. In de periode 2020 dacht men, en misschien ook al was ik parlementariër, dat de begroting goedgekeurd was, dat het geld er was. We hadden de grootste ramp. Er was geen geld. De kas was negatief. Wij konden niets uitvoeren. Als parlementariër lijkt het erop dat je niets uitvoert. 2021 begon de koers te stabiliseren, waar het zou moeten zijn. We konden weer niets uitvoeren. U weet zelf, iedereen klaagde. Gaten in wegen, gaten in dit, gras hoog, regering deed niets, etc. Maar 2022 hebben deze ministers met die regering ervoor gezorgd. Door bezuinigen, inleveren en dan te zorgen voor duurzaamheid. Wel ervoor gezorgd dat vandaag, in die korte tijd, die crisis binnen 3 jaar onder controle is. En dat we nu zichtbare zaken doen. Het hoofdprobleem was, dat ga ik eerlijk zeggen, tussen regering en parlement was communicatie. Als het goed uitgelegd was, dan had men begrip en dan had men het begrepen. Maar er was gebrekkige communicatie. Dat is één. Twee is, natuurlijk heb je altijd, als een regering aan de macht komt, willen mensen hun slag slaan. Bij mij heb je pech. Bij deze minister heb je pech. Zolang ik er ben, ga je pech hebben. Dus dat zijn ook politieke zaken. Toch? En dat zou je ook misschien dit jaar gaan merken. Laatste jaar voor verkiezingen gaat iedereen weer zijn slag willen slaan. Dat zijn normale zaken binnen de politiek. Maar niet bij deze. Wel, laat me voor mezelf praten. Niet bij deze minister. Voor zover ik weet, heb ik iedereen kansen gegeven bij het ministerie van Openbaar Werk. Iedereen heeft kansen gehad. Niet één persoon, niet twee personen. Ik heb het in het parlement gepresenteerd. Heel transparant hoeveel aannemers die kansen hebben gehad bij deze minister. Dus dat is op dit moment aan het veranderen. Maar er is een boodschap voor die partij om zwaar te investeren in ethiek en normen en waarden voor kandidaten, voor ministers, voor nieuwe parlementariërs, voor nieuwe RR-leden, nieuwe DR-leden, dat de normen en waarden terug moeten komen. Dat wij kwaliteit willen hebben. Ik ben voorstander van geschoolde mensen, hooggeschoolde mensen in het parlement, maar dat werk is te moeilijk. Je moet alles goed kunnen begrijpen, is heel moeilijk. We moeten teruggaan naar niveau in het parlement, op wetenschappelijk gebied, veldgebied, zoals het parlement vroeger kende in de tijd van de Mongra, zeg maar, hoe heet het, die wel bekende mensen, Van Ritter, weet je, dat soort mensen, dat was gezaghebbend parlement. Toch, nu hebben we een parlement dat zich niet schaamt om ministers te beledigen in het parlement. Toch, het is below the belt. Toch, dit soort politiek voering wat we nu hebben, hebben we niet nodig in het land. Dit soort vertegenwoordigers hebben we niet nodig in het land. Dus het volk moet parlementariërs kiezen die dit land tot ontwikkeling brengen en niet voor aan hunzelf denken. We hebben parlementen die aan hunzelf denken. Wat hebben ze gedaan 30 jaar voor het volk? Sommigen kunnen niets aantonen als je een cv leest. Alleen mag 30 jaar hebben ze uitgeschold. 30 jaar in de politiek gezeten op ijs. Maar ze kunnen me niet tonen wat ze voor de samenleving hebben gedaan. Zo, dat was de minister van Openbare Werken tegenover journalisten. Het niveau van het parlement laat volgens hem te wensen over. Tot zover deze korte nieuwstop. Goeiedag.